staat voor coaching op leefstijl en is een gecombineerde leefstijlinterventie. En die gecombineerde leefstijlinterventie is een programma van 2 jaar waarin we met mensen aan de slag gaan. Aspecten van leefstijl die aan de orde komen zijn bewegen, gezonde voeding, slapen, stress, ontspannen, maar ook gedragsverandering, want daar gaat het eigenlijk met name om. Het COOL-programma is eigenlijk beschikbaar voor mensen met overgewicht. En die kunnen via een verwijzing van de huisarts gratis deelnemen aan het COOL-programma, want dan wordt het vergoed door de ziektekostenverzekering. Ja, wij zijn nu begonnen met een beweegprogramma, omdat we graag willen dat de mensen die deelnemen aan het COOL-programma plezier gaan ervaren, of eigenlijk gaan ervaren dat bewegen hartstikke plezierig is en dat je dat niet alleen maar voor je gezondheid doet, maar ook omdat het leuk is om mensen te laten voldoen aan de Nationale Beweegrichtlijn. En uiteindelijk om mensen te helpen een weg te vinden naar een sportclub, zodat ze structureel door kunnen gaan sporten, het liefst voor de rest van hun leven. Wat heeft me hier gebracht? Het probleem dat ik het zelf niet voor elkaar heb gekregen om in mijn eentje te sporten. Dan is het heel makkelijk om alleen gewoon te zeggen van ja, kijk maar, ik heb er geen zin meer in. En het belangrijkste van de les is dat we niet het competitieve op de voorgrond zetten, maar juist dat iedereen kan deelnemen op zijn of haar manier. En maar nu ik merk dat we elke week andere sporten oefenen, merk ik dat ik in groepsverband eigenlijk sport ook leuk vind. Doordat we eigenlijk ze begeleiden 12 weken lang met sport en ook daarna gaan kijken samen met ze voor passend sportaanbod, krijg je ook een grotere kans dat zij structureel blijven sporten.